Hier is die. Als je ernaar kijkt, enfin, dat is echt het seksuele van Braeckman. Wat die, je bent betrapt terwijl je weet wat het is. Dat is een been. Maar het is helemaal geen been natuurlijk. Enfin, het is wel een been, maar toch niet. Door de flits zie je ten eerste de fotograaf aan het werk, flits. Maar door de flits breken de benen in twee benen open natuurlijk. En heb je een soort origine du monde, maar op zijn Braeckmans. Dat heel lichamelijk aan hem is heel, voor mij, ja, dat is echt een soort verwantschap. De manier waarop hij kijkt echt op een zeer lichamelijke manier naar dingen. En dat is wat ik ook doe in mijn boek. Laten we zeggen, mijn eerste grote indrukken waren bijvoorbeeld Jan van Eyck. En ik weet nog heel goed dat ik totaal van slag was toen ik dat zag. Natuurlijk, ik was een klein kind, ik denk dat ik 9 of 10 jaar was of zoiets. En we mochten met een vergrootglas kijken naar het werk, het meesterwerk. De Madonna met Kanoniek van de Palen. En dat ik toen dat tapijt zag. En eigenlijk toen al wist, ik zal nooit zo'n tapijt zien in het echt. Het is mooier dan een echt tapijt. Het moment dat je doorhebt dat verbeelding bestaat, het verbeelden van iets en dat dat een soort verhevigde werkelijkheid kan zijn, dat is een wonder. En dat heeft mij altijd beïnvloed. Daarom wilde ik ook schilder worden, om ook zoiets te doen. Maar ik had heel snel door dat de wereld beter af was zonder mij als schilder. Maar dat heeft mij echt achtervolgd, letterlijk. Hoe kan ik zeggen of hij woorden omzetten wat ik heb gezien. En niet alleen wat ik heb gezien, maar wat dat doet. En het tweede was Francis Bacon. Ik zag hem in een gewone kunstgalerie in Brugge, Francis Bacon. Een lito. En ik was verstomd. Dat heeft echt mijn leven veranderd. Want je begint je dan te informeren, te documenteren. Je probeert die blik van Bacon te begrijpen. En wat voor mij heel belangrijk was, hoe kan ik schrijven zoals Bacon schildert? In de zin, dus hoe kun je woorden als verf, als materie gebruiken? En op dat moment kom je natuurlijk op het spoor van andere dingen. Ik heb veel meer vrienden in de beeldende kunst dan in de literaire wereld. Dat is altijd mijn verwantschap geweest. Ik heb kunst altijd gezien als een soort uitnodiging, als een voorstel van iemand waarop je kunt ingaan en daarover praten en daarover nadenken. Dan heeft het ook een relevantie. Maar zelfs het omgekeerde, want we zijn nu op weg naar het werk van Jan Verkruijsen bijvoorbeeld, die niet bekend staat om zijn maatschappelijke commentaar, wat ik een beetje betwist. En daar zie je, ja, ik bedoel, echt een kunstenaar die over kunst spreekt. Zelfs dat is voor mij heel relevant. Want door daarover te praten, door daarover na te denken, over kunst, spreek je altijd over het leven. Zo fascinerend vind aan zijn werk is dat je zoveel tijd nodig hebt. De eerste keer dat je kijkt, dat je iets ziet dat vrijgesloten is altijd. Dat altijd heel zo ver doorgedreven is dat je echt moet blijven en wachten en kijken. Hij werpt obstakels op bijna. En daarom hou ik ook ongelooflijk van hem. Dat het niet... Het heeft iets met de erotiek te maken, die traagheid. Oh god, fantastisch hè. Hij vertrekt van, bij manier van spreken, van een stoel. En dan maakt hij er geen stoel van. Altijd zie je wat er ontbreekt bij hem. En dat is zo... Ik vind hem eigenlijk zeer romantisch. Altijd over wat er niet is, over de plek die er niet is. Dat vind ik zeer fascinerend aan hem, dat hij een soort romantische passie kan combineren met de kilste ratio op een zeer krachtige manier. Ik ken eigenlijk niemand bij wie je dat zo duidelijk ziet. Dat iets wat zo koel lijkt, zo afgemeten, et cetera, dat daar zo'n vulkaan onder zit. Hoe ik taal zie vaak is om net te proberen om niet noodzakelijk via het intellect of via het verstand of wat dan ook, om dingen zichtbaar te maken, om het letterlijk onder woorden te brengen. Maar niet door het te beschrijven, maar door het, de lezer bijna te laten ervaren, fysiek te laten ervaren wat iets is. En dat heb ik echt letterlijk geleerd van beeldende kunst. Want als je een schilderij ziet, dan word je meestal door een zeer frustrerende sprakeloosheid overvallen. Hoe kun je nu zeggen wat er op schilderijen staat? Je kunt het beschrijven, maar dat is niks. En hoe kun je taal zich laten gedragen als wat er gebeurt op dat schilderij bijvoorbeeld? Ook ik doe het vaak als oefening. Zoals ik vaak ook naar levend model schrijf. Stel dat je iemand zou moeten overtuigen van de maatschappelijke relevantie of het nut van het werk van Dirk Braeckman. Dat zal nooit de wereld redden hoor, absoluut niet. Maar het zorgt ervoor dat je moet je blik letterlijk veranderen. En wat een verdienste. Dat is al meer dan genoeg voor mij. Iets van schoonheid is altijd maatschappelijk relevant. Maar het wonder voltrekt zich niet in het foto's nemen. Ik bedoel, de beelden op zich zijn eigenlijk vrij banaal, hier ook. Ik bedoel, vermoedelijk een soort hotel. Dus het beeld zelf is niet het belangrijkste van zijn foto's, maar wat hij ermee doet. Het is handwerk. Van elke foto zijn er 3 of 5 exemplaren of zo, maar ook die verschillen van elkaar. Het manipuleren in de donkere kamer maakt de foto. Het is een heel vreemde raadselachtigheid in dat werk. Het is niet vreemd dat Braeckman eigenlijk 99% van zijn werk bestaat uit zwart, zwart-wit. Omdat hij dan aan jou de gelegenheid geeft om dingen erop te projecteren. En ik blijf hartstochtelijk geloven dat kunst daarmee te maken heeft. Hoe je blik wordt veranderd, waardoor je rijker wordt. Je komt dan in contact met tientallen, honderden andere dingen. En ik kan gerust zeggen, dat is echt een letterlijk onderdeel van mijn leven. Dat is mij even dierbaar als mijn goede vrienden.